Kijkers van Doe Maar Gamen! Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd in mijn Survival Island wereld om weer even lekker te gaan knallen. En dus weer nieuwe dingen te gaan doen, want het is namelijk weer een nieuwe aflevering van Survival Island. En in de vorige aflevering... Holy shit, ik doe in één keer mijn inventaris open. Ik denk, wat heb ik nou weer bij me? Maar in de vorige aflevering van Survival Island waren wij uiteraard bezig geweest met het uitbreiden en eigenlijk het afmaken van de Nether Hub. En dat is dan ook gelijk hetgeen waar ik in deze nieuwe aflevering van Survival Island lekker mee verder wil gaan. Dus het allereerste wat wij eerst even gaan doen is wij gaan eerst even kijken wat ik nou precies bij me heb. Ik heb namelijk ongelooflijk veel waterbottles bij me. Het was namelijk de bedoeling dat ik een soort van crafting recipes op de muur zou hangen. Wacht, ik moet denk ik even wat meer van die item frames meenemen. Dat is geloof ik ook hetgene waarvoor ik was teruggegaan. En ik wil binnenkort heel graag mijn ex weer eens een keertje gaan enchanten. Want ik had namelijk eerst een enchanted ex genaamd ex-vriendin. Alleen ja, die heb ik momenteel niet meer in verband met het feit dat ik ooit ben doodgegaan toen ik ergens opsprong ofzo. Of dat ik ergens van afsprong. Ik weet niet meer precies hoe ik ben doodgegaan. Ik ga namelijk wel vaker dood in Survival Island. Maar er was in ieder geval een bepaalde reden voor. Maar wat we dus even moeten doen is we moeten wat meer item frames maken. Dus wat ik doe is ik kijk even of ik heb bijna geen hout meer. Dan moeten we denk ik even wat hout gaan hakken. Maar voordat ik dat ga doen wil ik eerst even wat dingen uit mijn inventaris gooien. Want mijn hele inventaris zit namelijk vol met van alles en nog wat. Maar in ieder geval jongens en meisjes, er is natuurlijk gisteravond geen Survival Island video online gekomen. Dat heeft ermee te maken omdat ik namelijk gisteren aan het livestreamen was voor een goed doel. Jullie vragen je nu misschien af, Job, je bent gisteren aan het livestreamen geweest voor een goed doel. Voor welk doel en waar was je aan het livestreamen? Nou, ik ben gisteren wezen livestreamen op twitch.tv/doemaargamen. Wat mijn livestreampagina is waar ik wekelijks op aan het livestreamen ben. En ik was aan het livestreamen voor een goede doel, Charity Water. En het goede doel Charity Water, dat is een goed doel wat zich inzet voor onderontwikkelde landen die geen schoon doel drinkwater hebben. Dat zijn onderontwikkelde landen waar mannen, vrouwen en kinderen leven die urenlang per dag moeten lopen voor een beekje met vervuild drinkwater. En als ze dat vervuild drinkwater dan drinken, kunnen ze daar ernstige ziektes van krijgen. Voor de mensen die nu denken, ja maar Job, waarom drinken ze dat zwaar vervuilde drinkwater dan? Omdat dat namelijk het enige drinkwater is wat hun tot hun beschikking hebben. Ze hebben dus niet de keuze om bijvoorbeeld schoon drinkwater te drinken, want dat hebben ze daar namelijk niet. Maar ze hebben natuurlijk alleen de keuze dus om vervuild drinkwater te drinken waar ze ernstig ziek van kunnen worden. Of om geen drinkwater te drinken. Maar jullie begrijpen uiteraard, als je geen drinkwater drinkt of als je geen vocht binnenkrijgt, dan droog je uiteraard uit. En Charity Water is dus een goed doel dat zich inzet voor het bouwen geloof ik van putten in dat soort landen. Zodat ze dus wel gewoon schoon drinkwater kunnen krijgen. En zodat ze daar dus niet dagenlang voor hoeven te lopen als het ware. Om een paar van die beekjes met vervuild drinkwater te krijgen. En daar ben ik gisteren mee begonnen met een inzameling tijdens een livestream. Ik heb een pagina aangemaakt, een persoonlijke pagina op de website van Charity Water. Willen jullie nou ook een donatie doen, dan zou dat natuurlijk heel erg op prijs gesteld worden. Ik zou het vet vinden, omdat ik dan zie dat jullie dus ook, dat jullie je ook inzetten voor dat soort goede doelen, oftewel voor mensen die andere mensen eigenlijk helpen, gewoon uit vrijwilligheid. Nogmaals, boven in de beschrijving zal ik even een link zetten. Want mijn doel was namelijk om in totaal $300 op te halen voor dat goede doel. En in de livestream die ik gisteren heb gedaan van ongeveer 5-6 uur lang, toen hebben we in totaal $150 ongeveer weten binnen te halen. $140 om precies te zijn. Dus heb jij nog niet gedoneerd en denk je van nou Job, ik zou dat goede doel graag willen helpen. Dan kun je even op de bovenste link in de beschrijving klikken. En hopelijk help jij mij dan met het behalen van mijn doel samen met Charity Water. Om dus zulke mensen ja ook gewoon schoon drinkwater te kunnen geven. Want het is uiteraard hartstikke oneerlijk dat wij het wel hebben en hun niet. Dus ik zou het vet vinden als jullie even op de bovenste link in de beschrijving zouden willen checken. Als jullie uiteraard willen doneren. Ik ga jullie natuurlijk niet verplichten, maar het mag natuurlijk wel. En voor de mensen die denken, ja maar Job, kun je het geld dan niet zelf houden? Ik kan het geld niet zelf houden. Want die pagina waar jullie op kunnen doneren is namelijk een pagina van Charity Water. En dat heb ik dus expres gedaan. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen van jullie kunnen het aan mij doneren. En dan doneer ik het daarna zelf aan Charity Water. Maar dit lijkt mij een iets beter idee. Omdat het dan namelijk zeg maar allemaal rechtstreeks geregeld wordt. En dan hoeven jullie dus ook niet bang te zijn dat het in iemand anders zijn zak komt. Sterker nog, binnenkort krijgen we als het goed is wat foto's en GPS-coördinaten doorgestuurd. Om te kijken aan welke personen het geld wat dus allemaal binnen is gehaald door het motherfucking hashtag DMG Army. Aan welke personen dat nou eigenlijk gegeven wordt. En in welk gedeelte van de wereld. Dus dat is ook wel erg leuk dat ze dat op die manier doen. Dus
ik heb er veel zin in om die foto's te ontvangen. Dan, ja, ik vind het gewoon mooi dat we zoiets gezamenlijk kunnen bereiken. Dat mensen zoiets eigenlijk voor elkaar doen. Dus als jullie daar benieuwd naar zijn, check even de bovenste link in de beschrijving. Maar, om even back to the point te komen. Wij moeten naar de Nether Hub, want ik heb namelijk even het een en ander nodig. Oké, wat heb ik nou? Ik geloof dat ik daar namelijk wel het meest heb liggen in mijn Nether Hub. Want ik wil mijn Nether Hub wil ik namelijk even mooier maken dan die al is. Hij is helemaal niet zo heel mooi. Ja, ik heb een beetje een nahoesje. Hij is helemaal niet zo mooi, maar dat maakt verder niet uit. Ik duik mijn Nether Portal in en ik ga nu dus snel naar mijn hub toe. Om daar even het een en ander nog aan te gaan passen. Dus ik ga heel even een kijkje nemen. Ik hoor al een aantal van die pigments die mij zeer waarschijnlijk zo meteen gaan proberen aan te vallen. Kijk, want dit is zeg maar het begin. En ik moet heel even kijken wat ik nou precies allemaal nog wil gaan doen. Want heb ik hier... Ik heb hier Nether Ward. Dat is super. Dan gooi ik dit namelijk hierin. En wat zit hierin? Hier zitten regeneration potions in. Daar kan ik jammer genoeg nog niet heel erg veel mee. Ik zou eerst even deze ophangen. Want jullie begrijpen denk ik wel wat ik bedoel. En wat ik hier dus ongeveer mee wil bereiken. Want je begint bijna bij elke crafting recipe. Begin je namelijk met een water bottle. Dus die kan ik ook bijna in elk vakje kan ik die wel plaatsen. Want er is eigenlijk geen potion die je maakt zonder water bottle. Na de water bottles komen we bijna altijd een Nether Ward. En dan gaan we hier moeten we een gas tier plaatsen. Maar omdat ik die gas tier nog niet heb, moeten we daar even mee wachten. Dan ben ik eigenlijk erg benieuwd. Oké, dan doen we er hier eentje van een spider. Nee, geen spider eye. Dat is namelijk een negatief effect. Ik wil eerst voor de positieve effecten gaan. Dus bij deze. Dan mag deze, die mag als het goed is. Even kijken, wat is dit? Night vision. Waarom heb ik hier maar één night vision dan? Ik heb serieus geen idee hoe dat kan. Maakt verder niet uit. Zo, water bottle. Die mag hier zo bij. Even kijken, heb ik hier een water bottle? Ik heb hier inderdaad een water bottle. Maar nee, jongens, maatjes. Als jullie deze nieuwe survival aan het video nou nieuw leuk vinden, kunnen jullie hem natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. Zou ik tof vinden. Hoef je natuurlijk niet te doen. Het mag uiteraard wel. En als jullie nog een leuk idee hebben voor wat ik moet gaan bouwen, wat ik moet gaan doen in mijn Minecraft Survival Island serie, of misschien wel in mijn Nether Hub, of op mijn Nether Hub, of ergens omtrent mijn Nether Hub, dan kunnen jullie mij dat hier beneden in de comments laten weten. Met erachter hashtag objective. Dat is eigenlijk heel simpel. O-B-J-E-C-T-I-V-E. Hashtag objective. Dat is de hashtag kutzooi. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb het verkeerd gedaan. Ik had eerst... Oh shit. Een mundane potion heb ik nu. Een mundane potion. Shit. Heb ik hier überhaupt nog wel... Oh, ik heb hier nog van die blaze rods. Dan is het geen probleem gelukkig. Als ik nu nog een blaze, blaze power erbij doe, wordt het dan wel normale? Nee, nu heb ik mundane potions gemaakt. Geen idee wat de actual fuck dat moet voorstellen, maar ik heb ze wel. Nu moet ik dus weer even normale water bottles erbij. Nee, dat is een mundane potion. Job, kom op. Mundane potion, mundane potion. Ik heb nog nooit eerder een mundane... Ja, hier, pak ik hem weer. Verdomme, waar heb ik nou... Hier is een water bottle. Super. Kan ik niet beter gewoon even eentje doen? Want ik heb toch weinig water bottles. Laat ik hem maar even één doen. Ik heb namelijk ook maar één nodig. En... Het is de bedoeling dat ik deze op namen gegeven uiteindelijk. Dus ik moet hier even een anvil neer gaan zetten. Dat is hetgeen waar ik geloof ik ook voor naar de overworld ging de vorige aflevering. Dat is dus ook waarom ik de aflevering niet begon in de Nether. Maar in eerste instantie in overworld. Omdat ik daar namelijk aan het einde van de vorige aflevering naartoe was gegaan. Om dus even een, ik denk een anvil te maken. Maar dat betwijfel ik momenteel wel even. Waarom ik nou de... Heb ik nou weer verkeerd gedaan? No way. Ben ik zo dom bezig momenteel? Dat ik het gewoon weer verkeerd doe? Ik denk het wel inderdaad. Oh, kut. Zo, inderdaad, jongens, meisjes. Dat is wat beter. Ik was op een of andere manier niet helemaal erbij met mijn hoofd schijnbaar. Ik heb serieus geen idee waarom ik zo weer een mundane potion maak. Is dat een guest? Ja, dat is een guest. Oh, nice. Die guest moet ik eigenlijk killen. Heb ik een bow? Ik heb alleen geen bow. Kom op, Job. Kun je er goed zien? Of kun je hem goed zien? Ik kan niet weten of het een jongen of een meisje is. Het maakt mij ook niet heel erg uit of het nou een vrouwen guest is of een mannen guest. Oké, nu hebben wij een awkward potion. En nu krijgen wij zo'n ander soort potion. En wat zal ik daarna even gaan maken? Daarna wil ik graag een underwater breathing potion. Dan kunnen we nog een fire resistance potion maken. Oké, super. Dus wat ik doe is ik pak nog heel even wat van die item frames. Want hier gaan namelijk al die recipes komen. Het leek me over het algemeen gezien best wel heel erg episch namelijk. Ik mis alleen even een paar item frames, maar dat is niet heel erg cool. En dan wou ik dan ergens anders nog wat van dat Nether Ward plaatsen. Ik zat er eigenlijk aan te denken om dat hier zo tussen te doen. Dat leek me best wel episch. Laten we dat gaan proberen. Dus dan hak ik hier zo weg. En dan plaatsen we hier Nether Ward tussen. Dan hebben we hier eigenlijk een soort van, Nether Ward, eigenlijk Soul Sand. Kut, dat moest ik niet laten droppen. Heb ik nou, ja, ik heb hem weer terug. Super. Oh, kut. Shit, 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 shit. Oh, shit, oh, shit. Shit is getting real. Shit is getting real. De pigments zijn boos op mij. Nou, alles wat ik ze heb aangedaan. Nou, al hun familieleden die ik heb afgeslacht. Ze willen een wraakactie op mij plannen. Oh shit, dit gaat niet goed, guys. Gelukkig heb ik er wel wat aan dat ik ze allemaal aan het killen ben. Want ik krijg namelijk weer een hele hoop XP van. En dat is over het algemeen gezien wel een erg groot voordeel. Oké, ik heb nu in ieder geval 5 van dat netherrack. Daarmee moet ik mezelf namelijk weer even naar boven halen. Dus hoppakee. Oké, super. Dus wat ik nu eigenlijk even moet doen, is best wel heel erg simpel. Ik moet namelijk een anvil maken. En ik moet heel even snel, wat moest ik nou nog meer meenemen? En ik moest heel even snel wat soul sand meenemen met van het Nether Ward. Nou ja, Nether Ward, dat heb ik al bij me, dus dat scheelt. Maar ik ben dus de afgelopen tijd een beetje bezig omtrent Survival Island om te kijken wat ik nou echt leuk vind om te bouwen. Zodat we toch wel van die productieve afleveringen houden, als het ware. En daar ben ik nu dus ook mee bezig met het maken van mijn Nether Hub. Met het mooier maken van mijn Nether Hub. Want ik vond hem namelijk in eerste instantie niet helemaal super. Maar we gaan hem nu wel helemaal super maken. Oké, ik geloof dat als ik eerst wat blokken maak, dan heb ik in totaal hier 6 blokken.
Als het goed is, doe ik dan gewoon zo. Kan ik dit hier zo doen. En dan plaats ik deze hier. Is het niet? Of nee, het is anders. Het is geloof ik... hoe doe je dat ook alweer? Nu begin ik in de war te raken. Hoe maak je nou ook alweer... Is het niet zoiets? Als je dit zo plaatst en dit zo? Hoe maak je nou ook weer een anvil? Ik ben dat serieus momenteel even kwijt. Ik denk dat ik het ook even moet gaan opzoeken. Minecraft anvil. Ik heb namelijk alweer een tijdje geen anvil gemaakt. Maar ik geloof dat het een best wel simpele crafting recipe was. Alleen als je hem alweer een tijdje niet hebt gemaakt, dan moet je die crafting recipe dus weer een beetje doorkrijgen als het ware. Oké, even kijken. Oh joh, het is veel easier om te maken. Veel goedkoper eigenlijk. Schijnbaar kan ik namelijk gewoon zo doen. Hoppakee. Zo, en dan als laatste zo. Dan heb ik een anvil. Ik moet eigenlijk twee anvils hebben, bedenk ik me namelijk. Boven was ik ook... Ah, kut. Ik kan net geen tweede anvil maken. Ja, houden we het even op één anvil. Want boven is namelijk ook nog de anvil die normaal gesproken boven staat. Zeg maar bij al die furnaces. Die is ook kapot gegaan laatst. Zuigt een beetje, to be honest. Maar dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Hoppakee. Oké, nu hebben we eigenlijk alles. We hebben de anvil, we hebben het soul sand. En nu zijn we dus weer helemaal ready om verder te gaan. Ready, study... Bladdy. Ik heb geen idee wat bladdy betekent. Het zal vast wel een woord zijn in een of andere vage taal. Maar niet in het Nederlands in ieder geval. En ook niet in het Engels, voor zover ik weet. Dus let's go back. En laten we eens even gaan kijken wat voor epische shit wij allemaal nog kunnen gaan doen. Maar vanaf nu ga ik echt mijn best doen. Survival Island elke dag om 7:30 online te krijgen. Dat lukt me normaal gesproken ook wel. Maar gisteren kwam er dus gewoon wat tussen. Want ik wou namelijk gisteren heel erg graag een livestreamen voor het goede doel. En dat is dus de reden waarom er gisteren geen Survival Island was. Hoppakee. Maar ik denk dat jullie dat ook wel begrijpen. En de mensen die de livestream hebben gezien, die zullen het waarschijnlijk ook wel niet erg vinden. Want de livestream die duurde namelijk in totaal 5 uur lang. Ik heb geloof ik nog nooit zo lang een livestream gedaan. Maar het was wel leuk om zo lang een livestream te kunnen doen. En te zien waar het DMG Army nou eigenlijk toe in staat is. Ongelooflijk awesome. En als jullie dus ook een donatie willen doen, check even de bovenste link in de beschrijving. En dat zou ik super awesome vinden. Oh shit, come on. Die bitch. Oké, super. Oh, deze is weggegaan. Kijk, dit ziet er denk ik wat tof uit. En hetzelfde zou ik dan eigenlijk hier... ook wel kunnen doen, denk ik. Voor de mensen die denken, joh, waarom keek je zo verbaasd? Omdat ik heel even keek, wat was dat? Maar dat was een carpet. Ik dacht van, hè, is dat nou ook kool? Maar dat was helemaal geen kool, dat was gewoon een carpet. Een simpele carpet. Oké, kijk. Dit ziet er best tof uit, ook al zeg ik het zelf. Dan zouden wij hier, zouden we het ook nog kunnen plaatsen. Dan hebben we echt een beetje een soort van patroontje weten te maken. Namelijk, ik vind het wel wat hebben. Dus dan plaatsen we het hier ook nog even, dat netherwart. En tegelijkertijd hebben we het ook nodig. Uiteraard willen we potions maken. Niet dat we in eerste instantie potions nodig hebben. Want momenteel heb ik niet echt een bepaalde reden waarvan ik denk van... oh, daarvoor heb ik potions nodig. En moesten we ook niet lava nog verzamelen? Ik geloof het wel, toch? Ik geloof dat we ook nog lava ergens moesten verzamelen. Of nee? Wacht even, wat was dat nou ook alweer? Flint en steel, inderdaad. Hiervoor was dat. Oké, want hier komt namelijk een soort van jacuzzi, kan ik het zo noemen? Ik weet niet echt wat het gaat worden. Een soort van jacuzzi iets, ja. Dan laten we het daar maar gewoon ophouden. En een glas hadden we ervoor nodig. Oké. Dus hier komen nog even de laatste netherwards. Want dit moet namelijk gewoon even een kleine netherward farm voorstellen. Wat tegelijkertijd ook nog eens een soort van patroontje is. Ik vind het wel leuk dat we er tegelijkertijd ook nog een soort van patroontje van hebben weten te maken. Maar nu is de vraag van waar gaan we de anvil neerzetten? Wat we zouden kunnen doen. Dus dat is misschien niet zo'n heel dom idee. Maar zoals we nou deze even weghalen. Deze ook. En we plaatsen dan hier die anvil. En als we dan deze weghalen en deze ook. En we hebben hier heel misschien, en ik weet niet of ik dat bij me heb. Even kijken. Jullie weten waarschijnlijk al wat ik van plan ben. Tenminste, ik weet niet of jullie dat weten. Ik denk dat jullie wel weten wat ik van plan ben. Hoppakee, let's go. Dan pak ik namelijk even hier de workbench. En dan maak ik even snel een furnace. Waar ik schijnbaar 1 blokje cobblestone te weinig voor heb. Wauw. Ik denk van, ik neem een keertje precies genoeg cobblestone mee in plaats van net ietsje te veel. Nou, schijnbaar had ik beter wel net ietsje te veel kunnen meenemen. Dan had ik namelijk nu gewoon een furnace gehad. En dat had weer 5 seconden gescheeld. Nou, maakt verder niet uit. Hoppakee, dan heb ik nu weer 1 blokje te weinig. Maar dat interesseert... Oh, zo. Tuurlijk. Soms maak ik hele rare dingen in Minecraft. Dan denk ik van, hé, laat ik even mijn eigen crafting recipes gaan maken. Kijk, dit is wel cool, denk ik. Ik zou hier natuurlijk ook een workbench van kunnen maken. Maar dit vind ik ook wel episch uitzien. Dan hebben wij hier de Potions of Strength. Die mag hieronder komen. En nu gaan we dus ook gelijk beginnen met het volgende. Want dit is Regeneration. En ik kan het jammer genoeg niet gewoon Potion of Regeneration noemen. Dus ik noem hem net zoals ik met de Night Vision Potion heb gedaan. Noem ik hem geen Potion of Night Vision, maar Night Vision Potion. Dus dit nou doe ik Regeneration. Schrijf ik het goed? Regeneration. Potion. Regeneration potion. Oké. Okay. Kijk, hier heb ik dat namelijk ook gedaan. Of is het? Oh, dat is het verkeerde. Heb ik hem... Oh, nu is de naam niet weg, gelukkig. Night vision potion. Regeneration potion. En wat heb ik hier opgepakt? Weer een potion of regeneration. Wacht. Zo, inderdaad. Nu is het goed. Ik moet strength. Moet ik even een naam geven. Okay, dus dan noemen we deze gewoon. Noemen we gewoon straight potion. Niet potion of strength, maar gewoon... Hoe schrijf je dat voor de zekerheid? Voordat ik het verkeerd heb geschreven. Strength... potion. Cool. Ja, deze die mag dan hieronder geplaatst worden. Kijk, dat vind ik er vet uitzien op een of andere manier. We zouden natuurlijk ook al die andere items zouden we een naam kunnen geven. Maar dat vind ik net iets te veel van het goede. Heb ik nu nog wel waterbottles? Dat is even de vraag. Ik geloof dat ik nu bijna geen waterbottles meer heb, of wel?
Nee, ik heb helemaal geen waterbottles meer. Oh, nog eentje. Super. Dan kan ik namelijk nog even een pufferfish, kan ik geloof ik doen. Of heb ik maar één pufferfish? Ik heb maar één pufferfish. Dan gaan we voor glinstering melon. Ik heb daar echt heel erg lang geen potion van gemaakt. Dus wat we doen, dus dan zetten we die mooi hier neer. En dan gooien we één glinstering melon. Die gooien we hierin voor de mensen die denken, joppa, maar kut, dat moet niet zo, dat moet niet zo. Ik wou het bijna weer verkeerd doen. Hè? Op een of andere manier is dat bij mij een soort van automatisme dat ik het op die manier doe. Ik vind dit wel leuk uitzien namelijk. En dan zouden we op deze muur zouden we ook nog iets kunnen doen. Maar ja, wat we dan op deze manier zouden moeten, of deze muur zouden moeten doen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. We zouden hier een soort van paintings kunnen neerhangen. Maar of dat mooi is, dat weet ik niet. Dat betwijfel ik een beetje. Dus als we deze klaar hebben, als die netherwart verwerkt is in de, waterbotten nog wel. Dat is een beetje raar. Dan mix je Nederlands en Engels met elkaar. Dat klinkt niet helemaal. Dan gooien we de glinstering melon erbij. En wanneer we dat hebben gedaan, dan zijn we in ieder geval een heel eind gekomen in deze aflevering. En ja, ik wil even kijken, wat heb ik hiervan? De kamer 2. Oké, hier kan ik nog een mooie kamer van. Hé, hond! Misschien kan ik hier wel een hondenkennel van maken, dat is ook leuk. Gewoon een lekkere hondenchillroom. Kom op, deur blijft open. En als jullie dus een leuk idee hebben voor een bepaalde kamer hier in mijn netherhub, laat het dan vooral hier beneden weten in de comments. Dit is de chill lounge. Kan ik hier nog wat doen bij de chill lounge? Om het nog wat chiller te maken, als het ware. Nou, hier komt dus dat vuur onder. Ik heb denk ik nog wel wat leuke ideetjes voor dingen die ik wil gaan doen. Dit ziet er in ieder geval mooi uit. Hier wou ik een soort van kistenkamer gaan maken. Dit zuigt daarentegen wel een beetje. Misschien kan ik dit beter even weghalen. En dan... Ja, dit moet sowieso. Want anders kunnen we namelijk nooit... Oh shit, naar boven en naar beneden lopen. Even wat KFC eten hoor, jongens en meisjes. Even wat KFC eten hoort er uiteraard ook bij. Wat ik namelijk even ga doen, is ik open heel even de kist. Of de kist. Ik open heel even snel... Ik had hier toch een kist? Of heb ik die nou weer ergens anders? Oh nee, die heb ik natuurlijk nu hier neergezet. Hier moeten eigenlijk allemaal potions in komen binnenkort. Maar wat had ik nou nodig? Ik heb even snel wat van die bricks nodig. Dan kan ik daarvan namelijk even wat stairs maken. Want anders kom ik namelijk niet boven naar beneden. En dat is enorm vervelend. Dus nu heb ik in totaal 12 stairs. Die plaats ik dan mooi hier. Hop, hop, hop. Oh, dat heb ik hier heb ik nog niet eens gedaan, joh. Ik heb hier nog ineens stairs geplaatst. Moet je nagaan. Dus dat was sowieso was het nog niet af. Nou, dan weet ik dat. Dus let's freaking go. Even kijken, ik heb hier in totaal nog een stackie. Nou, als we dat hele stackie transformeren, hebben we inderdaad denk ik wel genoeg. En dan maken we dit maken we dus gewoon even af, want hier gaat namelijk binnenkort ook iets komen. En het is dus gewoon de bedoeling dat ik hier een hele epische nether hub van weet te maken. Want ik ben namelijk heel erg druk bezig geweest de afgelopen tijd met het maken van dingen op mijn eilandje. Ook gewoon op het vasteland. Maar helemaal nog niet op in mijn nether, terwijl ik daar natuurlijk wel ooit aan begonnen ben. Want alles wat jullie hier zien staan, heb ik niet alleen de vorige aflevering gemaakt. Ik ben namelijk de vorige aflevering alleen maar bezig geweest met het potion gedeelte. Sorry, ik heb het eigenlijk best wel diep. Oh shit, ik schrok me helemaal kapot bij jou, hè, Pikman. Ja, stomme Pikman dat je er bent. Ik mag jou totaal niet. Ik heb helemaal geen zin in jullie. Kom op nou. Maar ik raad jullie dus zeker weten aan om mij ook even te volgen op Twitch. Twitch.tv. Dus doe maar game. Ik livestream er namelijk best wel veel op de afgelopen tijd. Dus als jullie mij daar nog niet op volgen, dan raad ik jullie wel aan dat even te doen. Oké, wat zat hier nou in? Eén potion of healing. Wel raar dat je er dan hier niet eentje ziet staan, maar maakt niet uit. Hoppakee. Nee, potion of... Oh nee, kut. We moeten natuurlijk even de naam geven. Healing potion. Come on. Healing potion. Boom. En die plaatsen we dan hier. En dan moeten we hier moeten we dus alleen nog even een gas tier plaatsen. Dus we moeten of de volgende aflevering of even een geduld in deze aflevering een gas tier krijgen. En dan moeten we die pufferfish moeten we nog krijgen. Kunnen we niet een infinity water source maken? Nee, dat kan niet. Ja, dat zuigt. We kunnen wel, dat is wel een mogelijkheid, bedenk ik me nu in één keer. Dat is niet eens zo heel dom eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Ik heb in één keer een supergoed plan, want ik heb hier wel iron, toch? Of heb ik dat niet meer? Ik heb hier inderdaad ook, oh, ik heb gewoon bijna een stack iron. Wat we namelijk gaan doen, en dit is denk ik best wel een slim idee, is als we nou gewoon heel even hier een cauldron maken. En we vullen dan gewoon, zeg, en we maken dan bijvoorbeeld hier een kist, een large chest. En we stoppen daar iets van 100 buckets met water in, bewijzen van. En hier zetten we die cauldron in, want ik weet namelijk niet of het zo is dat je uit een cauldron unlimited water bottles kan vullen. Uit één cauldron. Kunnen we hier een cauldron onder zetten? Oh, dat kan, dat is nog beter. Dat is nog beter dan een furnace. Ook al wil ik wel graag een furnace hebben. Ja, die chest die moet ik even weghakken. Maar dat kan momenteel even niet, want mijn hele inventaris zit vol. Ja, ik moet hier sowieso nog een kistenkamer maken. Dus misschien moeten we de volgende aflevering beginnen met het maken van de kistenkamer hier in de nether. Anders wordt het namelijk echt een drama op zich, kan ik jullie nu al vertellen. Want wat moeten we nu namelijk precies doen? Er is namelijk iets wat we moeten doen. Ik ben alleen momenteel even kwijt wat ik nou precies moet gaan doen. Hier is mijn oude objective board. Geniaal om dat te zien. Dit is namelijk een van mijn eerste objective boards die ik ooit maakte. In Survival Island uiteraard. Maar, oh wacht, heb ik hier toevallig niet nog wat potions in zitten? Oh, ik heb hier de pufferfishers ook. Ik kan, denk ik dan namelijk het beste. Of heb ik hier misschien nog een gas tier liggen? Dat denk ik namelijk niet. Maar als ik nou gewoon heel even snel een underwater breeding potion meeneem. Deze inderdaad.
Dan hoeven we al niet meer te doen. Dan kunnen we die gelijk ophangen aan de muur. En ik weet niet hoeveel potions er in Minecraft te maken zijn. Ik geloof echt een hele hoop. Maar daar komen we binnenkort ook snel genoeg achter. Okay, wat ik dus even moet doen. Ik moet dus even snel alles dumpen wat ik niet nodig heb. Anders gaan we daar namelijk deze aflevering, maar ook de volgende aflevering, weer heel erg veel last van krijgen. Soul Center mag hier in de netherkist. Heb ik hier nog wat mob drops. Heb ik nog meer mob drops. Ik heb hier nog 2 spider eyes. Oh, die moet ik dan wel meenemen, die spider eyes. Dat is voor in de... Kun je hier zelfs ook wat meemaken, Eyes of Ender? Ik vind het nog steeds jammer dat je geen TP potion kan maken. Dat je bijvoorbeeld met een Ender Pearl een potion maakt. En als je dan recht muisknop doet op een bepaald blokje. Dat je dan daar bijvoorbeeld een minuut lang naartoe kan teleporteren. Dat je gewoon een minuut lang met elk blokje waar je rechte muisknop op doet. Gewoon dat je daar dan naartoe kan teleporteren. Dat zou episch zijn. Oh ja, heel veel buckets met water moet ik dan hebben inderdaad. Dat is volgens mij hele idee. Ja, tenzij je natuurlijk uit 1 cauldron unlimited water kunt tappen, zeg maar. Als je 1 cauldron hebt en je kunt er net zoveel water halen als je wilt. Dan hoef ik natuurlijk niet meerdere cauldrons te maken. Dus dat is even iets waar we achter moeten zien te komen. Dit mag even hierin. Ik heb hier schijnbaar nog een golden sword bij me. Die doe ik even snel hierin. Of nee, ik heb hier daar heb ik een speciale kist voor. Ja, en ik moet even een betere bow hebben. Kan ik niet gewoon een bow maken door heel veel dingen? Kijk, ik heb hier namelijk een Unbreaking 3 bow. Wat nou als ik daar even een episch boek aan toevoeg? Bijvoorbeeld power 2 inderdaad. Dat zou kunnen schelen. En heb ik dan niets van punch? Nee, ik heb alleen power 2. Dan ga ik die proberen eraan toe te voegen. En is er nog iets wat we deze aflevering moeten dumpen? Ja, vast wel. Paintings. Geen idee waarom ik die bij me heb. En voor de rest, ik heb hier nog een shovel bij me. Shovel wil ik eigenlijk wel altijd bij me houden. Dat is namelijk altijd handig om bij het te hebben. Bow, eten, netherwart heb ik niet meer nodig. Want dat heb ik namelijk al daar liggen. Zo, de bottles blijf ik nodig hebben. De kist heb ik niet meer nodig, denk ik. Weet ik niet zeker. Pijlen heb ik natuurlijk ook nodig uiteindelijk. Maar dit zijn denk ik alle dingen die ik moest dumpen. En de rest kan ik denk ik wel gewoon even rustig in mijn inventaris houden. Zonder enige problemen. Hoppakee. Nou kijk, het is allemaal weer een beetje geïnventariseerd. Ik zou niet zeggen dat het echt goed geïnventariseerd is. Maar het ziet er niet heel slecht uit. En ik heb geen idee. Oh, deze moet ik natuurlijk hebben. Wil ik die cauldron vullen? Kunnen cauldron vullen überhaupt in de nether? Dat vraag ik me af. Ik denk het wel. Want normaal gesproken, die spant water namelijk in één keer in de nether. Met zo'n geluidje, weet je wel. Zo'n... alsof je fucking hot bent gewoon. Dus ja, dat. Had ik niet... Zat hier nog iron in toevallig? Als hier namelijk iron in zit. Ja, dat is heel fijn. Want dan... Oh, kijk, er is nog een hele hoop ook. Er is nog een hele hoop iron ook nog eens. Dat is heel mooi, want dan kan ik namelijk even het volgende doen. Nu we hier toch zijn. Hop. Hop. En hop. Plons. 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 Super. Nu we dat hebben weten te doen, ben ik daar ook weer tevreden mee. Want we moeten natuurlijk zo nu nog wel even onze shit refreshen, als het ware. Anders gaat het namelijk allemaal ten onder. En dat willen wij uiteraard niet. Oké, dit mag hierin. En als laatste mag dit hierin. Ik kan binnenkort zo'n notch apple maken. En heb ik de achievements überhaupt ooit wel eens een keertje gedaan in Survival Island? Een groot gedeelte ervan wel. Maar ook een groot gedeelte ervan wel degelijk niet. Wel degelijk niet. Dat is zo dubbel. Dan zeg je eigenlijk van... Ja, wel degelijk niet. Dat klopt wel. Ik ga trouwens gelijk even iemand op de Wall of Fame zetten nu ik hier toch ben. Want anders vergeet ik het namelijk weer. Ik ken mezelf namelijk. Kunnen we het nu beter even doen. Wil jij ook op de Wall of Fame komen? Kun je deze video even een blauw duimpje geven. En even een leuke reactie achterlaten. Met erachter hashtag objective. Als het uiteraard een objective is. Om ik het even goed schrijven. Hashtag objective. Stel jij schrijft in de comments op. Ik wil dat jij in jouw netherhub een stripkamer maakt. Dan kun je dat in de comments laten weten. Met erachter hashtag objective. En misschien vind ik het dan wel een ongelooflijk leuk idee. Even kijken wie ik in mijn hoofd had. En wie ik er vandaag ongelooflijk graag wil opzetten. Tommy. Oh kut. Niet Tomt. Nee, Tommy. Gravelijn. Gefeliciteerd met je plekje op de Wall of Fame. En zoals gewoonlijk ook even iemand in de Book of Fame. Dat doe ik namelijk ook elke aflevering. We zitten alweer op pagina 19, jongens en meisjes. De tijd gaat ongelooflijk snel. Even kijken. Quincy Snippen. Gefeliciteerd met je plekje in de Book of Fame. Ja, als we nou nog heel even snel het laatste gedeelte kunnen doen, dan ben ik helemaal tevreden. Dus let's go for it. Ik hoef alleen maar even de netherportal in te duiken. En dan kom ik al een heel eind. Of nou, alleen maar even de netherportal in te duiken. Jullie zullen waarschijnlijk wel begrijpen wat ik daarmee bedoel. Let's go. Ik heb in ieder geval weer veel weten te doen in deze nieuwe aflevering. Omtrent de netherhub. Namelijk het renamen van potions. Het zijn als kinderen voor me. Dus ik heb ze een naam gegeven. Die underwater breathing potion bij me. Ja, hier. Ah, kut. Gooi ik hem weg. Omdat mijn hele inventaris in één keer naar de andere kant toe spaceden. Oké, deze kan dan namelijk hier. En het enige wat ik dan nodig heb is dit. Die kan dan hier. Ja, dit kan. En hoeveel... Ah, maar... Oh, dit kan maar een paar. Hoeveel? Oh, maar 3. Ja, dan moeten we inderdaad heel veel buckets met water hierin doen. Dat kan. Dat kan het, guys. Maar dat is ook geen probleem. Dan kan ik nou die waterbottle in ieder geval hierboven doen. Of nee, iets hierboven. Dan kan ik die waterbottle kan ik dan daar doen. En netherwart heb ik dat nog bij me. Nou, gelukkig hebben wij hier een farm daarvan. Dat scheelt. Hoppakee. Oh, pff. Poeh, is er al eentje volgroeid? Ik krijg er echt
Ja, ik heb er nu... Nee, nog niet eens. Ik heb geen eens eentje extra gekregen. Ja, fuck dat dan. Hoppakee. Ook het. Underwater breathing potion. Zo moet ik hem uiteraard noemen. Mijn XP gaat hier... Of gewoon water breathing. Niet underwater breathing. Gewoon water breathing. Water breathing. Zag ik dat zo goed? Ja. Potion. Ook het. Ook het, Job. Heb je keyword onder bedwang? Potion. Boom. Nou, deze muur begint wel aardig vol te raken. We hebben dus nog een guest hier nodig. En hier gaan we dus nog meer recipes doen. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie morgen om 4:30, 6:30 en 7:30 weer terug met een gloednieuwe aflevering van Survival Island. Nou, niet 3 keer op 1 dag, maar om 7:30 een nieuwe aflevering van Survival Island. En om 4:30, 6:30 weer een nieuwe video. Jongens en meisjes, ongelooflijk bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.